11 september vond er bij de Marienhof in Amersfoort de jaarlijkse modeshow plaats van de modewerkgroep van Stichting Kunst in Amersfoort. Tijdens de modeshow werden de grenzen opgezocht tussen kunst en mode. Dit jaar was het thema van de show Icoon, wat maakte dat elke ontwerper geïnspireerd werd door een door hun uitgekozen icoon. De een werkte met cellofaan en neonkleuren, de andere met eigen gecomponeerde muziek en één model voor alle kleding. Kirsten Koenig, inmiddels bekend van het RTL-programma Project Catwalk, is een van de ontwerpers die haar creaties tijdens de modeshow liet zien. Zij haalde inspiratie uit icoon Marlene Dietrich. Net heb je de modeshow gehad. Hoe vond je dat het ging? Goed. Ja, ik heb topmeiden natuurlijk. Dat sowieso. En het is heel erg leuk om die kleding aan te zien. Het ging goed. Liep gesmeerd. Het thema was icoon. Is het belangrijk als ontwerper om een icoon te hebben? Ja, je hebt altijd wel je eigen icoon. Je hebt altijd wel je modeontwerpers waar je naartoe trekt. Of kunstenaars in mijn geval. Of filmsterren bijvoorbeeld die mij aanspreken en waar ik door geïnspireerd raak. En in dit geval vond ik het heel erg leuk om dat rond Marlene Dietrich te doen. En je bent nu ook heel actief voor Project Catwalk. Ja. Dus eigenlijk, ben je daar al lang mee bezig inmiddels? Of want de uitzendingen zijn pas net geweest? Ja, ik mag daar natuurlijk niks over zeggen. Nee, de uitzendingen zijn net begonnen inderdaad. Het is elke maandag om 9:30 bij RTL 5. Ik heb 2 jaar lang gezegd, als er een Nederlandse editie komt, dan wil ik me daarvoor inschrijven. En ja, toch gewoon een hele eer dat ik dan tussen 12, in de groep van 12 ontwerpers zit die aan het programma mogen starten. Dus ja. Boukje Rinks, ook een van de ontwerpers tijdens de show, werd geïnspireerd door de Russische orthodoxe iconen. Ik ben wel fan van Rusland, dus in die zin is iconen, de Russische stijl, is me wel een beetje eigen. Wat ik heel leuk vind is om iets als uitgangspunt te nemen en daar de kleuren uit te halen. Dus ik heb heel goed naar de iconen gekeken, naar de vormen die op de iconen geschilderd zijn. Dus echt naar de details. En die heb ik dan ook weer in die t-shirts laten terugkomen. Maar ik heb juist wel een vrije interpretatie gegeven. Dus ook met Oost-Europese muziek. Dus wel een vrolijke noot in te geven. Ja. En die capuchonsjaals zijn echt een beetje, hè, in de orthodoxe kerk heb je vaak van die mijters, nou ja, zoals Sinterklaas het ook heeft, met lange sjerpen. En dat komen in die capuchon zeg maar weer op een moderne variant terug. Laat me leven, laat me zoeken, laat me open, laat me vragen, laat me zijn. Kortom, een modeshow met voor ieder wat wils.